Als je zoekt naar de meest belangrijke technologieën van dit moment, ja, dan zie je systematisch altijd één technologie op nummer één staan. Ja, en dus AI en eigenlijk daarbij horende machine learning. Ja. Meestal gevolgd door VR, augmented reality, blockchain enzovoort. Ja. Maar AI komt systematisch altijd bovenaan. En eigenlijk is dat niet echt zo verwonderlijk. Want als je kijkt naar hoeveel omzet er gegenereerd wordt door AI in het algemeen, dan zit je wereldwijd eigenlijk op enkele duizenden miljarden dollar. Ja, dus dat is gigantisch. Hè. Dus AI is hier en gaat niet meer verdwijnen. Dus daar mag je zeker van zijn. Nu, bijna dagelijks komt er wel iets verrassends in het nieuws, iets spectaculairs in het nieuws. Hè. Dus wat AI eigenlijk, of tot wat AI allemaal in staat is. Hè. Denk maar bijvoorbeeld aan deepfakes, hè, die nu vrij populair zijn en die dikwijls nieuws beheren. Dus ja, regelmatig komen er nieuwe dingen uit. Ja. De media springt er natuurlijk onmiddellijk op in. En daardoor krijgen mensen heel wat schrik, hè, van AI. Dus ze denken dat de wereld nabij is. Ik kan u geruststellen, op korte termijn is het nog zover niet. Hè. Dus AI, ja, zorgt soms wel voor verrassingen, maar is eigenlijk, ja, eigenlijk nog misschien minder krachtig, minder performant dan eigenlijk de meeste denken. Ja, okay. Nu, de grootste technologische vooruitgangen die zijn eigenlijk vooral, ja, veroorzaakt door een subdomein binnen de AI. En dat is eigenlijk deep learning. Ja. En de bedoeling is van in dit uurtje is wat dieper te duiken op die, of in te duiken op die deep learning technologie. En dan degenen die zich ingeschreven hebben voor de namiddagsessie, die gaan er dan eigenlijk ook eens praktisch mee aan de slag. Ja. Ik weet niet, zijn er al mensen onder jullie die, ja, dagelijks met AI of machine learning bezig zijn? Of soms, ja. En op welk vlak dan? Of? Vooral dan professioneel. Ja. Ja. Wat moeilijk is binnen een bedrijf, okay. Op naar onze klanten toe, wat we kunnen. Ja, ja. Op zoek naar de meerwaarde van AI binnen jullie, ja, bedrijf dan. Ja. Er was nog iemand, dacht ik. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Nu, kijk, als we spreken over artificiële intelligentie, ja, dan is dat eigenlijk een heel breed domein. Ja. Want ja, wat is eigenlijk artificiële intelligentie? Dat zijn eigenlijk systemen, algoritmes, eigenlijk software, die in staat is intelligente dingen te doen die eigenlijk bijna alleen vroeger door de mensen konden gedaan worden. Dus heel simpel gezegd, intelligentie is eigenlijk het juiste doen op het juiste moment. Ja, dus de juiste beslissing nemen op het juiste moment. En je ziet, AI is eigenlijk al vrij oud. Hè? Dus laten we zeggen, in de jaren 50 is men voor de eerste keer met die term op de proppen gekomen. En men dacht toen eigenlijk van daar de wereld mee te kunnen veranderen. Hè? Van intelligente systemen te kunnen bouwen, zoals schaakcomputers. En ze dachten, als we zo'n schaakcomputer gebouwd hebben, dan gaan we iets intelligents hebben dat we gaan kunnen toepassen op andere domeinen. Hè? Misschien meer socio-economische domeinen. En wat bleek eigenlijk, dat eenmaal die schaakcomputer er was, ja, dat die eigenlijk alleen maar goed kon schaken, maar dat die totaal niet inzetbaar was in andere domeinen. En dat is eigenlijk nog altijd een van de grootste problemen van AI. Ja, dat je eigenlijk te maken hebt met die narrow AI, die zeer goed kan zijn in een specifiek afgebakend domein, om een heel specifiek probleem op te lossen met heel specifieke data enzovoort. Maar zet je diezelfde AI in een andere context, ja, dan is die gewoon waardeloos. Ja, dus die general purpose AI of die sterke AI, die is er nog niet. Hè. Dus wij als mens, wij kunnen gerust bij iemand anders binnenkomen. We zien daar een koffiezet staan en we kunnen daar koffie mee maken. We herkennen die symbooltjes enzovoort. Dus we kunnen beginnen redeneren enzovoort. Maar een robot gaat dat niet kunnen. Hè. Zet je in een andere context, dat gaat niet. Wij kunnen met onzezelfde hersenen kunnen wij beelden herkennen, maar als wij iets horen, kunnen we dat onmiddellijk interpreteren, we kunnen rekensommetjes maken en zo verder. Wel, de AI is daartoe nog niet in staat en ja, de komende jaren zie ik het nog niet veel veranderen. Dus dat is een hele grote beperking. Nu, niet tegenstaande dit, is er, ja, laten we zeggen, in de jaren 80, 90,
is eigenlijk AI toch wel in een grote stroomversnelling geraakt. En dat is mede door een subdomein binnen de AI, namelijk machine learning. En machine learning, dat is eigenlijk opnieuw waarbij dat systemen gaan leren aan de hand van data. Ja, dus waarschijnlijk zijn er heel wat programmeurs onder jullie. Ja, wat doet de programmeur? Die gaat eigenlijk programma's schrijven door eigenlijk de regels zelf te gaan definiëren. Als dit gebeurt, moet dat gebeuren. Als iemand daarop klikt, moet dit verschijnen enzovoort. Ja, dus de computer voert gewoon instructie per instructie uit. Nu, het is zo dat bepaalde zaken, die kan je als programmeur onmogelijk zelf gaan programmeren. Dat gaat gewoon niet. Hè. Dus het cliché voorbeeld, gezichtsherkenning gaan doen. Ja, begin er maar aan. Hè. Hier, je hebt hier een aantal foto's, een paar miljoen pixels. Schrijf nu zelf maar de regeltjes om te bepalen van wie dit gezicht is. Ja, dan kan je beginnen als die pixel dat kleur heeft en die naliggende pixel, of die buur van die pixel heeft dat kleur enzovoort. Hè. Ja, probeer structuren te zoeken enzovoort. Dat gaat gewoon bijna niet. Hè. Hetzelfde, spamfilters gaan bouwen. Ja, begin er maar aan als programmeur. Hè. Hoe ga je detecteren of een e-mail spam bevat of niet? Ja, oké. Okay. Werk maar lookup tables als die woorden voorkomen en zo verder. Ja, maar soms zit het in de combinatie van de woorden, het tijdstip waarop dat die e-mail verstuurd is. En ja, dan heb je zodanig veel regels dat je misschien miljoenen ifs zou moeten schrijven. Dat is bijna niet te doen. Hè. Dus vandaar de approach van, of die toegepast wordt bij machine learning, is gewoon te leren uit voorbeelden. Ja, dus je gaat werken met een soort dataset, met voorbeelden waar telkens het antwoord erbij steekt. Ja, dus duizenden gezichten met telkens het label erbij. Kijk, dat gezicht is van die persoon, van die persoon. En laat de software, laat het algoritme dan maar zelf op zoek gaan van wat maakt nu dat die pixels eigenlijk het gezicht zijn van die persoon en die pixels tot het gezicht van die persoon. Ja? Dus echt gaan leren aan de hand van data. Nu, binnen die machine learning is er sinds, laten we zeggen, 2010, 2012 vooral, is dat eigenlijk ook nog eens in een stroomversnelling geraakt omwille van techniek van deep learning. En ja, deep learning is een machine learning techniek, maar die gebruik maakt van de zogenaamde neurale netwerken. Ja, dus ergens, dat zijn systemen min of meer geïnspireerd op de werking van de hersenen. Ja, en dat, ja, die deep learning die zorgt nu eigenlijk voor heel wat technologieën die vroeger niet mogelijk waren. Dus machine translations, chatbots voor self-driving cars enzovoort. Ja. Okay. Nu, leren uit data, daar heb je veel data voor nodig. Gelukkig, we leven in een tijdperk waar eigenlijk we gigantische hoeveelheden data beschikbaar hebben. Alleen, vooraleer je kan beginnen leren uit data, moet er meestal nog het een en het ander van pre-processing gebeuren. We zien dat heel dikwijls bij projecten. Bedrijven leveren data aan, maar die is niet gestructureerd of zit niet in het juiste formaat of die moet opgekuist worden. Of de features die aanwezig zijn, daar kunnen we niet veel mee aanvangen. Dus meestal, dus in het begin, ga je die data moeten opkuisen enzovoort. Feature engineering gaan toepassen, dus belangrijke eigenschappen uit die data gaan destilleren. En pas dan kan je eigenlijk beginnen leren uit die data zelf. En ja, heel dikwijls, we gaan het straks nog meer in detail gaan zien, maar dat leerproces, dat is meestal voorbeelden tonen. Dus je toont data, hij geeft er het antwoord bij en dan gaan we proberen de link te zoeken tussen de data en het juiste antwoord. Ja. En ja, dat is meestal het leuke proces. Ja, dus het gaan zoeken, nieuwe modellen gaan proberen, kijken wat er beter werkt, wat niet. Ja, dus we spreken dat hyperparameter tuning gaan doen, dus aan de knoppen draaien om de performantie te gaan verbeteren. Maar in de praktijk is het heel dikwijls zo, dat leerproces is meestal maar 10% van de tijd zelf. Dus als je een machine learning project gaat doen, 90% van je tijd kruipt meestal in de dataverwerking, het opkuisen, het verzamelen van data, het evalueren van die data enzovoort. En dan eigenlijk meestal 10% effectieve machine learning gaan doen. Ja? Ik weet niet of jullie dat kunnen beamen of zoiets, maar zeker ja. Dus
Het is niet altijd hetzelfde, hangt af van case tot case. Soms is die data mooi gestructureerd, daar kan je onmiddellijk mee aan de slag. Maar heel dikwijls is dat toch niet het geval, hoor. Dus, ja. Oké. Nu, als je spreekt van leren, de systemen die leren, dan kan dat leerproces op verschillende manieren gebeuren. Er zijn eigenlijk een drietal grote klasses of manieren waarop je kan gaan leren. Er zijn er meer, hoor. Er zijn een aantal tussenvarianten. Maar eigenlijk, dit zijn de drie grote categorieën. De eerste categorie, dat is supervised gaan leren. En supervised learning, de naam zegt het een beetje zelf. Dat is eigenlijk waar je een soort teacher hebt die eigenlijk het leerproces onder controle houdt en die eigenlijk beschikt over een dataset met de antwoorden erbij. Ja, dus ik weet eigenlijk al wat ik ga voorspellen. Als ik gezichtsherkenning wil doen en ik heb duizenden foto's en bij elke foto ken ik de naam van de persoon die erop staat, dan is dat een gelabelde dataset en dan kan ik supervised learning gaan toepassen. Een tweede categorie is unsupervised learning. Dat wil eigenlijk zeggen dat je te maken hebt met een dataset, maar die is eigenlijk niet gelabeld. Dus daar steken geen antwoorden bij. Ja, dan kan je afvragen, wat kan ik daarmee gaan doen? Ja, zo. Een dataset, ik kan bijvoorbeeld gezichten hebben van jullie, maar daar staat geen naam bij. Ja, straks gaan we een aantal toepassingen zien. En dan een derde categorie, is eigenlijk een beetje een buitenbeentje. Dat is waar je niet echt gaat leren uit data, maar uit de omgeving. Ja, en meestal heb je dan een soort agent. Ja, misschien het meest praktische voorbeeld is een soort robot. Ja, die gaat leren door interactie met de omgeving zelf. Ja, die gaat bepaalde dingen doen, in het begin meestal willekeurig. Ja, en die gaat feedback krijgen of dat die actie goed was of niet. Ja, en op den duur gaat die leren om de juiste acties te gaan doen. Ja. En dan zien we toch dat dit domein, ja, daar wordt toch belangrijker en belangrijker. Daar wordt meer en meer research op gedaan en men ziet ook meer en meer potentieel erin. Ja. Misschien nog eens een voorbeeld. Dus, je hebt hier supervised learning. Je hebt hier een dataset. Bijna een Excel. Dit is nu een dataset waarbij je gaat proberen te voorspellen of een bepaalde klant van een bank al dan niet een contract gaat ondertekenen. Ja, dus ik kijk naar de leeftijd van die persoon, hoeveel geld er op zijn rekening staat, hoe lang het geleden is dat ze die persoon gecontacteerd hebben en zo verder. Ja. Dus dat gaan we de features noemen, de eigenschappen van die klanten. En dan het antwoord met het feit of dat hij al dan niet een contract heeft ondertekend, dat zijn dan zogezegd de labels. Ja. En dan gaan we proberen voor nieuwe klanten, op basis van de gegevens die we kennen, eigenlijk het juiste antwoord te gaan voorspellen. Ja. Dat is eigenlijk machine learning gaan doen. En wat gaat er gebeuren tijdens de leerfase? Je gaat al die data tonen. En het algoritme gaat eigenlijk op zoek naar hoe al deze waarden kunnen omgerekend worden naar zo'n waarde. En meestal is dat door een soort gewicht aan toe te kennen. Ja, als ik zoveel keer die eigenschap neem, zoveel keer de leeftijd, plus zoveel keer die eigenschap, plus zoveel keer die eigenschap, dan kom ik aan bepaalde getalwaarden uit. En uit die getalwaarden kan ik dan gaan afleiden wat het juiste antwoord moet zijn. Ja, dus eigenlijk hier in dit geval supervised learning. Nee, dat hoeft zeker niet altijd numerieke data te zijn. Dat kan eventueel textuele data zijn. Hè. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld sentiment analysis gaat doen, ja, dat je zegt, ik ga uit tekst, uit bijvoorbeeld social media berichten, ik ga daar het sentiment uit afleiden of ik ga daar de categorie van dat bericht uit afleiden enzovoort. Hè. Dan heb je puur textuele data die je gaat omvormen tot numerieke data en daar dan proberen predicties mee te gaan doen. En wat wij heel veel merken, dus als bedrijven naar ons toestappen met bepaalde projecten, zeggen ze, kijk, we hebben hier een dataset liggen, we hebben gigantisch veel data, we zouden daar graag iets mee doen. Ja, we zouden bijvoorbeeld graag die predicties kunnen doen en zo verder. Ja. En dan komt meestal de vraag van ons van, is die data gelabeld? Heb je de antwoorden daarbij? En heel dikwijls is het antwoord, is dat nodig? Ja, natuurlijk is dat nodig. Hè. Ja. Dus als je op die manier wil leren, heb je data nodig met de antwoorden erbij.
Ja, we hebben nog projecten meegemaakt waar dat dan niet het geval was. En dan gingen die bedrijven dat zelf gaan labelen. Maar dat was dan veel te kostelijk. Dan moesten ze dat uitbesteden naar India enzovoort. En dan kwam die data terug. En ja, dus dan gaat het meestal een gans proces al vooraf. Nee, dus. Okay. Nu, dus binnen die supervised learning kan je eigenlijk grofweg twee dingen gaan doen. Ja. Ofwel kan je regressie gaan doen. Dat wil zeggen, je gaat op zoek naar een soort curve die eigenlijk zo goed mogelijk het verloop van die data weergeeft. Ja. Cliché voorbeeld, een beurskoers. Ja, kan je eigenlijk uit het verloop van de aandelenkoers kan je eigenlijk predicties gaan maken voor de toekomst. Dus je gaat eerst proberen een curve te zoeken die zo goed mogelijk het verloop beschrijft, van die, of die historiek beschrijft, en dan hopen dat je met die curve eigenlijk predicties kunt gaan doen. En de zoektocht naar die curve, ja, dat is ook weer machine learning natuurlijk. Daartegenover staat eigenlijk klassificatie gaan doen. Klassificatie, dat is niet waarbij je een soort numerieke waarde, continue waarde gaat voorspellen, maar waarbij je eigenlijk een klasse voorspelt. Ja? Mijn data behoort dat tot die klasse of tot die klasse. Ja? Dus stel dat ik op basis van gezichten, van een gezicht, de leeftijd van die persoon wil voorspellen, ja, is bijna regressie gaan doen. Want daar komt een soort continue numerieke waarde uit. Ja? Als ik zeg van kijk, op basis van dat gezicht wil ik die identiteit, ja, gezichtsherkenning doen, ja, dan ben ik bezig met klassificatie. Want dat gezicht is van die persoon of van die persoon. Ja? En heel dikwijls komt dat dan neer op niet een lijn gaan zoeken die niet verloop beschrijft, maar een lijn gaan zoeken die zo goed mogelijk twee of meerdere klasses uit elkaar kan houden. Ja? Zoek de scheidingslijn tussen die verschillende klasses. Ja? Oké. Okay. Goed. Dat was heel kort supervised learning. Bij een supervised learning, ja, daar hebben we geen gelabelde dataset. Ja, dus je hebt heel veel data. Bijvoorbeeld, een bank heeft klantendata, maar er staat geen label bij. Ja, de vraag is, wat kan je daarmee doen? Ik heb gezichten van jullie, maar er staat geen naam bij. Wel, misschien de meest gebruikelijke toepassing, dat is clustering. Ja, en clustering, dat is eigenlijk waarbij je gelijksoortige gegevens, dus gegevens die sterk op elkaar lijken, gaat groeperen. Ja, een bank zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we gaan eens klanten die heel sterk op elkaar lijken qua profiel, we gaan die groeperen in één cluster. Ja. En ja, een van de toepassingen die daar dan uit voortvloeit, dat zijn eigenlijk de zogenaamde recommendation systems. Dus systemen die bepaalde dingen gaan aanbevelen. Ja. Wat Netflix bijvoorbeeld doet, die zegt van, ah, jij hebt zo'n profiel. Qua profiel, qua kijkprofiel, qua series en films die je graag ziet, lijk je heel sterk op iemand anders of op die mensen. Die mensen vonden eigenlijk die films goed die jij nog niet hebt gezien. Dus wij kunnen nu die films gaan aanraden. Ja, men spreekt dan ook van collaborative filtering. Oké. Okay. Ja. Dus dat is clustering. Een tweede belangrijke toepassing, dat is anomaly detection. Ja, dat zijn eigenlijk zogezegd de uitschieters gaan opsporen. Ja, en in je dataset zie je, ja, daar zijn eigenlijk gegevens in, ja, die vrij courant zijn, die eigenlijk bijna altijd hetzelfde zijn. En daar zitten plotseling, ja, waarden in die heel sterk afwijken van de rest. Ja, je moet niet weten wat die waarden precies zijn, maar je kan zien, kijk, die meetpunten bijvoorbeeld in een machine, plotseling zie je daar, ja, zie je daar waarden die totaal anders zijn dan wat doorgaans het geval is. Ja. En ja, dan spreek je van anomaly detection, een van de, ja, de moeilijkste domeinen toch binnen de machine learning dikwijls. Omdat je daar meestal te maken hebt met, ja, anomalieën zijn typisch zaken die heel weinig voorkomen. Dus als ze weinig voorkomen, zit er meestal weinig van in je dataset. De vraag is dan dikwijls, wat is nu een afwijking? Ja, van die ene blauwe daar, ja, ben je heel zeker, maar bijvoorbeeld dit punt hier, is dat hier een afwijking of niet? Dus het is niet altijd even duidelijk. Je kan die modellen meestal heel weinig gaan afchecken. Ja, of je hebt een expert nodig om dat te evalueren enzovoort. Dus dat is meestal een grote uitdaging. Maar wel, ja, een grote markt, hè. Dus
Meer en meer bedrijven die gaan predictive maintenance gaan toepassen. Die zetten overal sensoren op en die kijken of dat alles in een bepaald regime draait. Ja. En dan heb je nog een toepassing, dimensionality reduction, maar dat is eigenlijk je gegevens gaan comprimeren. Ja, dus ongeveer dezelfde informatie behouden, maar met minder eigenschappen, minder features. Ja. En dan de andere klasse nog, reinforcement learning. Dus daar heb je een agent. En dat kan inderdaad een robot zijn, een robotarm zijn, of een robot die rondloopt, of eventueel een karakter in een computergame die zich ergens binnen een zekere omgeving beweegt. Hè. Die interageert met die omgeving, die doet bepaalde dingen. Hè. Dus een robot gaat proberen iets op te nemen of gaat ergens tegenaan botsen enzovoort. En dan komt er feedback uit die omgeving of dat goed was of niet. Ja. En daaruit gaat die agent gaan leren. Is hier een voorbeeld van een robot die gaat leren om pannenkoeken op te gooien. Ja. Dus men gaat eerst al eens voortonen dat hij toch min of meer in al een klein beetje een optimum staat, dat hij niet heel willekeurige dingen begint te doen heel in het begin. Ja. Maar dan mag hij zelf proberen. Dus hop, het is niet gelukt. Nu krijgt hij het signaal van wat je gedaan hebt, dat is eigenlijk niet goed. Dus probeer eens iets anders. En ja, die probeert eigenlijk verschillende scenario's uit en die gaat dan eigenlijk op den duur eens iets goed doen. Die krijgt daar positieve reward voor en die weet dat hij op dat stramien moet verder bouwen. Tot hij uiteindelijk wel in staat is om die actie te gaan uitvoeren. Ja. Zo. Een praktisch voorbeeld daarvan. Google die heeft een tijdje geleden een start-up opgekocht, DeepMind. Kennen jullie misschien DeepMind? Bekend van AlphaGo. Ja, dus die eigenlijk het bordspel Go, ja, dat is een heel ingewikkeld bordspel, een beetje zoals schaak, maar met enorm veel combinaties, meer combinaties dan dat er atomen zijn in het universum. Ja, en men had altijd gedacht van dat spel, dat gaat nooit door een AI kunnen, of een AI gaat eigenlijk nooit een mens kunnen verslaan erin, omdat je echt intuïtie nodig hebt enzovoort. Wat bleek een aantal jaar terug, de wereldkampioen eigenlijk... Ze hebben er het gras mee afgeveegd, of hoe zeggen ze dat? Gras mee afgeveegd, of de vloer mee afgeveegd, ja. Google heeft die start-up overgekocht en heeft eigenlijk diezelfde technologie ingebouwd in hun datacenters. Ja. Wat doen ze daarmee? Wel, de tweede grootste kost voor Google, dat is eigenlijk elektriciteitskost. En heel wat van die elektriciteit wordt gebruikt om hun datacenters te koelen. Ja. Dus wat hebben ze eigenlijk gedaan? Ze hebben eigenlijk de ventilatoren van die koelinstallaties, die hebben ze gekoppeld aan die AI. Ja. Waarbij dat ze vooral eigenlijk twee parameters konden gaan sturen. En namelijk de blaasintensiteit, ja, en de richting waarin die ventilator blaast. Dus denk aan een airco, ja, dus die kan harder of zachter blazen en ook de richting gaan aanpassen. En men heeft daar zo reinforcement learning op toegepast. Dus dat systeem kon een beetje beginnen experimenteren. Maar het doel wat hij voor ogen had, dat was eigenlijk de elektriciteitskost naar beneden brengen. En wat heeft men gezien? Na verloop van tijd ging die elektriciteitskost effectief 15-20% naar beneden. Ik denk dat ze nu ondertussen al 40% zit. 30-40%. En ze hebben toen gekeken van, ja, wat heeft die AI nu gedaan? Ja, om die kost naar beneden te krijgen, wel gewoon met een ventilator. En ja, wat kan je daarmee doen natuurlijk? Hè? Wel, wat heeft men gemerkt? Die ventilatoren zijn beginnen samenwerken en ze hebben eigenlijk ja, een soort gezamenlijke luchtstroom gecreëerd. Ze hebben eigenlijk de warme lucht geëvacueerd naar een kouder gedeelte in het gebouw en dan die lucht teruggebracht. Dus in de plaats dat elke ventilator zijn warmte naar de andere ventilator stuurt, zijn ze eigenlijk beginnen samenwerken. Ja, dus. Oké. Okay. Nu, tegenwoordig, ja, er is een wildgroei aan... machine learning algoritmes, technieken, je kan het zo gek niet bedenken of er is wel ergens weer een nieuwe techniek, elke week bij manier van spreken. Men gaat technieken combineren enzovoort. Maar een beetje afhankelijk van wat je allemaal nodig hebt, kan je bepaalde technieken gaan aanwenden. Ja?
Oké. Goed. Dus heel wat technieken die je eigenlijk kan onderverdelen in twee soorten categorieën. Meer de klassieke machine learning, met technieken die eigenlijk afstammen zelfs van de jaren 60, 70, 80. En dan anderzijds de neurale netwerkgebaseerde technieken, dus de deep learning technieken. En wat je ziet eigenlijk, dat die deep learning, ja, de reden waarom dat die zo populair is, is eigenlijk, een van de belangrijkste redenen is als volgt eigenlijk. Kijk, hoe meer data je hebt, je verwacht als je meer data hebt, dat je daar meer gaat uit kunnen leren. En als je meer voorbeelden kunt tonen, ga je daar meer patronen in ontdekken enzovoort. Nu, wat blijkt, de klassieke algoritmes, ik spreek van support vector machines en de decision trees soms en logistic regression enzovoort, ja, die gaan eigenlijk beginnen plafonneren. Dus stop daar nog meer data in, die gaan daar niet noodzakelijk meer informatie gaan uithalen. Ja. Terwijl bij deep learning, ja, hoe meer data je hebt in principe, hoe meer je er kan uit gaan leren. Ja, dus die self-driving cars, Tesla, die gaat gewoon constant van de fleet informatie verzamelen. We hebben foto's nodig over van tunnels bijvoorbeeld. Wel, dan gaan de auto's die rondrijden foto's nemen daarvan, doorsturen en daar gaat extra uit geleerd worden. Dus je kan blijven leren. Nu, als je kijkt in de praktijk, dan moet je zeggen, als je kijkt naar aantal toepassingen, dat ongeveer 20% van de toepassingen zijn deep learning. En nog altijd ongeveer 80% valt terug op de klassieke machine learning algoritmes. En de reden daarvoor is, of een van de belangrijkste redenen, dat is dat je eigenlijk met deep learning meestal weinig kunt doen als je weinig data hebt. Dus een bedrijf dat ergens een Excel heeft van klantendata en daarmee je wilt gaan leren, is niet altijd nodig om daar een groot neuraal netwerk op los te laten. Heel dikwijls gaan de klassieke machine learning methodes beter performeren dan de deep learning methodes. Ja. Er is ook een verlies aan interpretatie. Inderdaad, dat is, ik kan aan mijn volgende slide gaan raden. Ongeveer, straks daar. Inderdaad, de transparantie verdwijnt een stuk. Hè. Ja. Dus, ja, nog een groot verschil. Deep learning heeft eigenlijk wel het voordeel, ja, voor bepaalde toepassing, dat die zelf features kan gaan leren. Ja. Wat bedoel ik daarmee? Dus als je kijkt naar de eerste gezichtsherkenningsalgoritmes, daar moest je eigenlijk bijna, ik ga niet zeggen manueel, maar bepaalde interessante eigenschappen van het gezicht gaan aanduiden. Ja, of moest je speciale beeldfilters gaan toepassen die daar informatie uit gingen extraheren, nieuwe features gaan maken, om die dan door een soort classifier te gaan sturen. Wel, bij deep learning is het heel dikwijls zo dat die features, de interessante dingen uit de data, en zeker als die niet gestructureerd is, die kan die zelf gaan leren. Die weet zelf welke eigenschappen er belangrijk zijn om goede klassificaties mee te gaan doen. Ja. Okay. Maar inderdaad, deep learning, wat jij daar zegt, heeft het grote nadeel dat tegenwoordig deep learning modellen, die worden zodanig complex. Je weet wat je erin stopt, je ziet wat eruit komt, maar eigenlijk wat daar binnen gebeurt, bijna niemand die daar nog een idee van heeft. Het is zodanig complex geworden. Dus als daar een predictie uitkomt, ja, is het heel moeilijk te achterhalen hoe die predictie tot stand gekomen is. Er is totaal geen transparantie. En in veel gevallen wil je dat wel. Een bank die bijvoorbeeld, die ergens machine learning gebruikt om een lening toe te kennen en die lening wordt afgewezen, ja, dan wil je wel kunnen weten waarom. En wat is de reden daarvan? In Amerika wordt AI toegepast om te beslissen of een gevangene mag vrijkomen of niet. Ja, als dat verzoek afgewezen wordt, wil die gevangene wel weten waarom. Dus die modellen zijn daar niet echt voor geschikt. Kijk, men heeft een aantal onder jullie zullen het al gezien hebben. Maar men heeft dus hier een test gedaan. Dit is een foto van een hond die door een soort neuraal netwerk verkeerd geclassificeerd werd als een wolf. Ja, men is beginnen zoeken waarom. Ja, dus welke delen van die afbeelding hebben er eigenlijk ervoor gezorgd dat die misclassificatie tot stand gekomen is. Men is dat beginnen onderzoeken en wat bleek? Dit zijn eigenlijk de gebieden in die afbeelding die eigenlijk dat neuraal netwerk getrikt hebben. Dus, ja. En
Dat komt gewoon omdat die dataset zo opgebouwd was. Dus foto's met sneeuw op de achtergrond waren meestal foto's van wolven. Dus er waren niet zoveel foto's van honden in de sneeuw. Ja? Dus ja, die predicties komen tot stand. Meestal zijn die predicties goed en zelfs beter dan een mens dat kan doen. Maar als het verkeerd loopt, wil je wel kunnen weten waarom. En dan ben je meestal met neurale netwerken niet echt aan het juiste adres. Oké. Okay. Nu, die neurale netwerken zijn nu tegenwoordig heel populair. Maar eigenlijk bouwen ze een heel stuk verder op technologieën of op ideeën, algoritmes, die eigenlijk ook weer al in de jaren 40 tot stand zijn gekomen. Hoor. Ja. En wat er nu eigenlijk verder ontwikkeld wordt, dat zijn altijd nieuwe architecturen voor nieuwe toepassingen en zover combinaties van neurale netwerken. Maar wat dat we nu zien, dat eigenlijk is het een klein beetje, kan je zeggen, aan het plafonneren. Ja. Er zijn wel doorbraken en er wordt nog meer meerwaarde gecreëerd en zover. Maar technologisch is het altijd een beetje weer van hetzelfde gaan doen. Een beetje een groter neuraal netwerk en een beetje meer rekenkracht en wat meer data nog erbij en die architectuur een klein beetje veranderen. Maar echt fundamenteel denk ik dat we toch een klein beetje aan het plafonneren zijn. Dus er gaat wel ergens een nieuw concept moeten bedacht worden vooraleer dat we opnieuw in een stroomversnelling gaan geraken. Nu, ja, ik heb al dikwijls gesproken nu over die neurale netwerken. Maar wat is een neuraal netwerk? Wel, het neuraal netwerk is ergens een systeem, min of meer geïnspireerd op de werking van de hersenen. En wat bedoel ik daarmee? Wel, in onze hersenen daar zitten neuronen. Ja, dus eigenlijk de bouwstenen van onze hersenen zijn neuronen. En wat doen neuronen eigenlijk? Ja, die doen eigenlijk niks anders dan afwegingen maken. Ja? Dus als jij, en dat doe je constant, als je een bepaalde beslissing neemt, dan ga je bepaalde dingen afwegen. Als je zegt, ik ga morgen daar naartoe, ga je zeggen, ja, wat weer gaat zijn en hoe ver is dat rijden enzovoort enzovoort. Dus je gaat al die dingen in afweging nemen. Dus wat wil dat zeggen? Je neemt een aantal zaken in rekening en je gaat eigenlijk die zaken vermenigvuldigen met een zekere wegingsfactor. Dus hier ga je 3 criteria in acht nemen. Daar kan je zeker, die hebben een zekere waarde en daar ga je een zekere gewichtsfactor aan koppelen. Dus deze hier, deze feature, is voor u belangrijker dan bijvoorbeeld deze feature, want die heeft een groter gewicht. Ja? Wat doe je dan? Dus je maakt die afweging en dan ga je eigenlijk alles gaan sommeren. Dat is juist een afweging maken. Met alles rekening houden, alles bij elkaar leggen en dan op basis van wat je hebt, zeg je dan, ja, er is voldoende aanwijzing of er is voldoende gewicht om te beslissen, ik ga dit doen of ik ga iets anders doen. Ja? Dus hier komt dan meestal, ik kan niet zeggen, een binaire beslissing tot stand, maar hier komt dan een soort beslissing uit. Nu, in dit rekenvoorbeeld, kijk, je hebt alles afgewogen, je hebt alles gesommeerd. Hier komt een getal uit 1,2. Dat getal zegt niet veel, hè? Ja, je zou kunnen zeggen, als het groter is dan 0,8, ga ik die ene actie doen. Is het kleiner dan 0,8, een andere actie. Nu, meestal wordt dat getal omgerekend naar, ja, via deze formule hier is een soort sigmoidfunctie. Of er zijn andere functies, hè, ReLU enzovoort. Hè. Maar daar komt een getal uit dat beter interpreteerbaar is. En dat mag je bijna zien als een soort, ja, soort kans, een soort overtuiging. Ja, dus hier die 77% wil eigenlijk zeggen, ja, met ongeveer 80% zekerheid ga ik die beslissing nemen. Ja, of met ongeveer 80% zekerheid is mijn afweging, ja, van wat ik zie, behoort het tot die klasse en niet tot een andere klasse. Ja. Nu, dat is één neuron. Wanneer je nu meerdere neuronen gaat koppelen aan elkaar, meestal in verschillende lagen gaat stoppen, ja, dan spreek je van een neuraal netwerk. Ja, en dit is een van de meest elementaire neurale netwerken, waarbij je hier een soort ingangslaag hebt, waar informatie binnenkomt. Hier een uitgangslaag waar predicties uitkomen. En dan hiertussen heb je als het ware, wat dat maar zegt, de hidden layers. Dus hidden layers, die zitten eigenlijk verstopt tussen wat je ziet, tussen ingang en uitgang. Ja. En ja, dit zijn hier allemaal neuronen die elk op zich afwegingen maken. Ja, dus die krijgen informatie binnen. Dit neuron gaat afwegingen maken, dit neuron enzovoort.
En die sturen hun afwegingen door naar de volgende laag, die die informatie op hun beurt binnenkrijgen, weer afwegingen maken en zo verder, tot er ergens een finale predictie uitkomt. Ja. Ja, nu zou ik kunnen afvragen, wat is de zin van meerdere lagen achter elkaar te gaan plaatsen? Wel, de reden daarvan is dat eigenlijk om bepaalde complexe beslissingen te nemen, ja, dus hier, deze moet hier de finale beslissing nemen, ja, dus die gaat rekening houden met die afwegingen die daar gebeurd zijn, maar die afwegingen zijn maar tot stand gekomen door afwegingen daarvoor en zo verder. Ja. Dus een afweging van één neuron kan een nieuwe feature betekenen voor een volgend neuron. Dus stel dat je een neuraal netwerk zou gebruiken om ja, bijvoorbeeld in de medische wereld, ik zeg maar iets, om een behandeling voor een bepaalde patiënt te gaan voorschrijven. Ja, dan ga je aan de ingang bijvoorbeeld hier ja, gegevens van die patiënt invoeren. Ja, dus zijn leeftijd en gewicht en zo verder. En zijn bloedwaarde en zijn bloeddruk en bepaalde resultaten van onderzoek en zo verder. En die eerste neuronen zouden kunnen zeggen, op basis van wat we hier binnenkrijgen, ja, kunnen ze afweging maken van welke ziektebeeld heeft die persoon bijvoorbeeld? Ja, welke ziektes leidt hij? Ja, welke symptomen heeft hij? En dan volgende neuronen zou ik kunnen zeggen, maar als hij dat ziektebeeld heeft, in combinatie met dat en dat en dat, ja, gaan we daarmee moeten rekening houden? Dan gaan we misschien dat medicijn voorschrijven of gaan we dat, die behandeling voorstellen enzovoort. Zie, dus laag per laag kan je meer extractie gaan doen van informatie. En wat men eigenlijk ziet, als men daar beeldherkenning mee gaat doen, ja, dus een afbeelding, dat is eigenlijk ook maar een combinatie van pixels. Hè. Ja, dus bijvoorbeeld als je gezichtsherkenning doet, dan maak je eigenlijk ook afweging. Ja. Als die pixel dat kleur heeft en die pixel dat kleur en dat contrast is zo groot enzovoort, dan is dat die persoon of die persoon. En dan zie je dat die eerste neuronen vooral afwegingen maken die op zoek gaan naar randen in een bepaalde afbeelding. Ja, dus is dat een rand of niet? Is dat een contour of niet? Als die randen gevonden zijn, gaat de volgende laag zeg, kijk, die randen, ja, maar zijn dat structuren zoals neus, mond en zo verder? En een volgende laag gaat dan zeggen, ja, maar als ik nu die structuren zie, is dat nu een gezicht? En dan, van wie is dat gezicht? Zie je, dus abstractie per abstractie verder gaan door dat netwerk. Ja? Heel concreet, hè, dus jullie gaan dan, of een aantal van jullie gaan deze namiddag dan praktisch iets gaan doen. Ook rond beeldherkenning, dus bij Pieter dan. Pieter gaat ook wel nog het een en ander demonstreren. Hier een soort handschriftherkenning gaan doen. Maar dan gaan jullie ook analyse gaan doen, dacht ik, van cellen zeg, of malaria-detectie gaan doen of zoiets. Dus ja. Oké. Okay. Dus heel algemeen. Kijk, stel je wil handschriftherkenning gaan doen. En wat je hier ziet, dat zijn eigenlijk afbeeldingen van handgeschreven cijfers. Het spreekt ook van de MNIST dataset. Dat is een beetje de hello world van de machine learning. Dus als er iets nieuws uitkomt, wordt dat meestal daarop getest. Hè. Dus kijk naar de performantie ten opzichte van andere algoritmes. En wat doet dat ding eigenlijk? Of wat kan je daarmee gaan doen? Voeden aan een neuraal netwerk. En in de meest elementaire vorm ja, zou je kunnen zeggen, ik ga elke pixelwaarde... Ja, voeden aan de ingang van dat neuraal netwerk. Ja. Het is zo, die afbeeldingen die bestaan uit 28 bij 28 pixels, dus 784 pixels. Ja. Laten we zeggen, voor de eenvoud, ze kunnen zwart of wit zijn. Laten we zeggen 0 of 1. Typisch is het wel tussen 0 en 255, maar grijs waren. Ja. Maar dat wil ook zeggen dat die neuraal netwerk heeft 784 ingangsneuronen. Ja. Dus dat ligt vast. Hoeveel uitgangen zijn er? Wel, eigenlijk altijd evenveel als dat er klasses zijn. Niet altijd, maar meestal evenveel uitgangen als er klasses zijn. Ja. En wat we nu gaan doen, voorbeeldjes tonen, dat neuraal netwerk gaat moeten leren. Ja. En dan ideaal zou je willen, als hij dit patroon ziet, dat hij zegt van, ja, ik ben er bijna 100% van overtuigd dat dit een 9 is. 0% een 8, 7, 6, 5 enzovoort. Ja, dus je wil dat hij meest waarschijnlijk... Dat hij een predictie doet als 9 hier als meest waarschijnlijke klasse. Ja. Nu, voor je zover bent, moet je dat neuraal netwerk gaan trainen. En
Ja, wat denk je? Hoe zou die training in zijn werk gaan? Wat zou je moeten trainen? Wat zeg je? Die gewichten trainen natuurlijk, hè? Ja, dus hoeveel hou ik rekening met dit en hoeveel met dit en alles gecombineerd kan ik die beslissing gaan nemen. Ja. Dus je moet hier al die gewichten eigenlijk gaan instellen en die gewichten ja, die zijn voorgesteld hier door die lijntjes. Hè. Ja, en je moet weten, elk neuron is verbonden met alle neuronen van de volgende laag. Dus je krijgt hier enorm veel gewichten. Ja, dus als je het hier uitrekent, hier zitten al ja, meer dan 1 miljoen gewichten. Als je hier tussen kijkt, zit hier ook al ongeveer 1 miljoen gewichten. Dus je hebt hier al 2 miljoen, 3 miljoen gewichten, bij manier van spreken, die allemaal moeten getraind worden. Dus dat wil zeggen, eigenlijk door voorbeelden te tonen, moeten eigenlijk al die gewichten constant aangepast worden. Dus je kan al zien dat je daar heel veel rekenkracht voor nodig hebt. Hè. Ja, dat merken wij ook bij studenten. Op het moment dat ze in de les beginnen trainen, al die ventilatoren beginnen te draaien. En dat ga je ook wel merken straks. En als je dat een beetje deftig wil doen, dan kan je dat best op GPU gaan doen. Die, puur op CPU is dat pokken traag. Dus kan je dat op GPU doen, dan kan je al direct een snelheidswinst meestal van 20, dikwijls 30, 40, 50 gaan bekomen. Ja. Oké. Okay. Nu, dat ding, die gewichten moeten bijgesteld worden. Hoe worden ze bijgesteld? Wel, die gewichten zijn initieel random geïnitialiseerd. Dus die staan willekeurig ingesteld. Ja. En dan ga je beginnen voorbeelden tonen. Dus je toont het eerste voorbeeld. Ja. En dat neuraal netwerk gaat bijna willekeurig een predictie gaan doen. Ja, want die gewichten zijn willekeurig. Willekeurige afweging maken. En die gaat hier bijvoorbeeld zeggen, ik ben er voor 45% van overtuigd dat dit een 3 is. En voor 7% een 2 enzovoort. Ja. Ja, hoe moet je dan dat neuraal netwerk wijsmaken hoe dat die gewichten moeten bijgesteld worden? Wel, door het juiste antwoord te geven. En dan ga je zeggen, nee, eigenlijk moest je 100% van overtuigd zijn dat dit een 9 was. Ja. En eigenlijk van de rest 0% van overtuigd. Ja. En uit dat verschil ja, kan je eigenlijk berekenen dat die gewicht moet aangepast worden. Maar dat is heel complex en dat is heel wat rekenwerk. Want als hij weet dat dit hier die waarschijnlijkheid naar boven moet, gaat hij moeten kijken, hoe kan ik hier die gewichten bijstellen dat de volgende keer dat hij dat ziet, dat hier de waarschijnlijkheid van deze naar boven gaat en van de andere naar beneden. Ja. Maar ja, die gewichten zijn één ding, maar het hangt ook af van wat er hieruit kwam. Ja. En wat er daaruit kwam is op zich afhankelijk van die gewichten hier. Ja. En ook van wat daaruit kwam enzovoort. Ja. En dat proces van te gaan leren hoe je die gewichten bijstelt, dat noemt men eigenlijk backpropagation. En dat is een beetje het fundament van hoe dat neurale netwerken gaat leren. En ja, men denkt, als men echt nog evoluties wil doen in een neurale netwerk, dat men daar gaat moeten afsleutelen. Ja, dus dat men nieuwe leeralgoritmes gaat moeten zoeken. Dan ga je kijk, straks dan ook wel zien bij Pieter. Dus het neurale netwerk, dat kan je een soort curve gaan, een soort leercurve gaan zien. Ja. En wat zegt dat hier? Kijk, hier heb je het aantal epochs. Dat wil zeggen, hoeveel keer je diezelfde trainingsset, diezelfde dataset, door je neuraal netwerk gaat sturen. Dus hup, de voorbeelden erdoor, hup, nog eens voorbeelden erdoor, nog eens. Dat is telkens een epoch verder. En in het begin maakt dat neuraal netwerk een grote fout, slechte herkenning. Maar na verloop van tijd zie je dat die fout kleiner en kleiner wordt, dus dat je neuraal netwerk beter en beter kan gaan leren. En dan is je ultieme test natuurlijk kijken hoe goed dat je neuraal netwerk het doet op ja, data die het nog nooit heeft gezien. Hè. Ja, want dat is het grote gevaar bij neurale netwerken. En ja, waarom ze eigenlijk niet zo goed werken op kleine datasets, dat ze op den duur in staat zijn om de dataset of de trainingset uit het hoofd te leren. Dus al die voorbeeldjes die je hebt getoond, die kunnen ze bij me memoriseren. Dus toon nog eens hetzelfde voorbeeld en je gaat perfect kunnen klassificeren welk cijfer het is. Maar toon een nieuw cijfer die hij nog niet heeft gezien en je weet eigenlijk niet wat meegedaan. Dus die generaliseert niet genoeg. En dan moet je nog eens testen natuurlijk op een zekere testset om dat te vergelijken dan. Ja. Dus vandaar, ja, je kunt neurale netwerken hebben die de data goed kunnen klassificeren, ja, zoals hier. Maar je kan neurale netwerken hebben die te simpel zijn. Ja, die niet goed de scheidingslijn tussen die verschillende klassen kunnen gaan zoeken.
Of je kunt neurale netwerken hebben die eigenlijk te complex zijn. Een kleine dataset met een heel complex neuraal netwerk, dat wordt een dataset uit hoofd geleerd. Ja. Bijvoorbeeld zoals hier. Hij heeft eigenlijk de scheidingslijn gezocht tussen alle punten van die ene klasse. Ja. Maar gebruik je een neuraal netwerk die op die manier het onderscheid maakt tussen die verschillende klassen, dat gaat in de praktijk niet werken. Ja. Want normaal gezien, die ene klasse ligt ongeveer aan deze kant, de andere aan de andere kant. Dus als je hier een nieuw datapunt hebt, dat duidelijk in de groene zone ligt, gaat eigenlijk door het neuraal netwerk tot de verkeerde, de rode klasse hier geclassificeerd worden. Ja. En ja, daar zijn dan heel wat technieken voor om ervoor te zorgen dat een neuraal netwerk niet gaat, wat dat men noemt, overfitten. Ja. Dat hij begint dingen van het hoofd te leren door tijdens training bepaalde stukken van een neuraal netwerk uit te schakelen enzovoort. Ja. Dat ga je bij Pieter misschien nog wel zien. Ja. Oké. Nu, dat was een heel eenvoudig neuraal netwerk. En dan heb je natuurlijk gespecialiseerde neurale netwerken. En eigenlijk een van de meest gekende, dat zijn de convolutional neural networks, die bijna default gebruikt worden om image recognition te gaan doen. Dus het moment dat je zegt, ik wil in afbeeldingen objecten gaan detecteren, ja, er zijn er eigenlijk weinig andere opties tegenwoordig dan gebruik te maken van een convolutional neural network. Ja. Wat is zo'n convolutional neural network? Eigenlijk voor een stuk een klassiek neuraal netwerk, dus dit hier. Ja. Maar waarbij er toch een soort een aantal stappen aan vooraf gaan. Ja. Dus het principe is hetzelfde. Je gaat daar een afbeelding gaan instoppen. Gewoon eigenlijk de ruwe pixels erin. Uiteindelijk komt daar een soort klassificatie uit van wat herken ik, welk object herken ik hier in, dat, in die afbeelding. Ja. Maar in een eerste fase gaat er eigenlijk een neuraal netwerk aan het werk zijn om wat dat men noemt feature extraction te gaan doen. Dus dat gaat nog niet echt klassificaties gaan doen. Dat gaat eigenlijk op zoek naar bepaalde patronen in, dat neuraal, in die afbeelding. Ja. En meer nog. Ja, dit stuk van het neuraal netwerk wordt eigenlijk geleerd om te ontdekken wat de interessante eigenschappen zijn in het gezicht. Dus zoals ik al eerder zei, vroeger moest je bijna manueel aanduiden van daar zit een neus en dit en dat, of daar zitten wenkbrauwen en lijnen enzovoort. Nu kan dat eigenlijk automatisch geleerd worden. En eenmaal dat je een set van interessante patronen in een afbeelding hebt ontdekt, dan kan je klassiek neuraal netwerk gebruiken om nu afweging te maken. Als je zegt, van daar heb ik die structuur ontdekt en daar ook en daar deze, wel alles samen bij elkaar, is dat nu een gezicht of is dat nu een auto die ik zie of is dat een olifant of iets anders. Ja, goed. En waarom noemt men dat convolutional neural networks? Omdat er een soort, dat neuraal netwerk voert een soort filterproces uit. En filteren van afbeelding, dat noemt men eigenlijk, wordt gedaan via convolutie. En het principe dat erachter steekt, is dat je eigenlijk je afbeelding gaat afscannen, van links naar rechts, van boven naar onder, zo. En telkens gaat kijken of een bepaald patroon voorkomt. Ja? Dus met die 9x9 schuif je daar links die afbeelding af. Heel simpel nu, zwart en witte pixels. Ja. Je gaat de overlappende waarden vermenigvuldigen, alles gaan optellen. En wat merk je dan? Als je uiteindelijk, bijvoorbeeld hier, dit patroon, hier, is tot hierboven, of is eigenlijk hier geschoven. Ja. Wel, dat is een perfecte match van die twee. Ja. Dus die twee komen perfect overeen. Dat stuk van de afbeelding en dit patroon. En dat resulteert dan in een soort waarde 1, 100% overeenkomst. Ja. Dus die map hier is eigenlijk een andere representatie van die afbeelding, maar die gewoon zegt van kijk, de maat, dus eigenlijk de locaties van de mate waarin dat deze feature eigenlijk voorkomt in mijn afbeelding zelf. Ja. En die neurale netwerken, die leren zelf wat hier de beste patronen zijn die te ontdekken moeten vallen in die afbeelding, om achteraf een zo goed mogelijk afweging te kunnen maken van welk object er zich in die afbeelding bevindt. Dat zijn de convolutional neural networks. Ik zeg het, als je kijkt naar toepassingen die men op beelden gaat doen, dus bijvoorbeeld medische diagnoses gaan stellen, kankerdetecties op basis van scans enzovoort,
Dus allemaal met convolutional neural networks gedaan. Ja. Ja, objectdetecties en zo verder. En wat nu tegenwoordig heel populair is, is de zogenaamde transfer learning. Ja. Die convolutional neural networks, ja, die heel krachtige, ja, die bevatten gigantisch veel lagen. Mocht je die zelf op je eigen computer willen trainen, of zelfs op een eigen server, dat gaat dagen, misschien, ja, bijna weken duren. Ja. Hoe kan je er dan zelf mee aan de slag? Wel, dat is eigenlijk een soort pre-trained netwerk gebruiken. Ja. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld Google, Microsoft en zo verder, zij hebben eigenlijk zulke grote neurale netwerken getraind op miljoenen en miljoenen afbeeldingen, ja, die meestal een duizendtal verschillende objecten kunnen detecteren. Wel, datzelfde neuraal netwerk kan je zelf downloaden. Ja, kan je op je eigen systeem gaan zetten. Je knipt daar de laatste lagen van af. Je zet er je nieuwe lagen bij. Dus eigenlijk knip je dat stuk ervan af, zet je je eigen stuk erbij. Ga je alles wat er voorkomt vervriezen. Ja? En ga je dat neuraal netwerk opnieuw gaan trainen met je eigen dataset. Stel dat je bepaalde machineonderdeel wil gaan detecteren, of foto's van machineonderdelen, je wil een bepaald onderdeel gaan detecteren, wel, dan kan je dat neurale netwerk trainen met foto's van dat specifieke onderdeel. Ja. En wat is daar de kracht van? Wel, de feature learning, dat blijft hetzelfde. Randen gaan detecteren en afbeeldingen enzovoort, of dat dan een hond of een kat is, of een vrachtwagen of iets anders, dat blijft hetzelfde, die techniek. Ja. Je moet dan gewoon nog zeggen, in de laatste fase, ja, maar de combinatie van al die features, ja, wat is daar nu de klasse van? Dus vandaar. Maar dat is ook iets wat jullie normaal straks deze namiddag gaan doen. Een ander type neural netwerk. Dat is de zogenaamde autoencoder. En een autoencoder die heeft eigenlijk volgende eigenschap. Dus je hebt een ingang, links. Je hebt hier een uitgang. En wat merk je? Dat dat eigenlijk symmetrisch is opgebouwd. Ja, dus je hebt daar zoveel ingangen en de uitgang heeft eigenlijk meestal exact evenveel uitgang. Ja. En dat neuraal netwerk wordt geleerd om zijn eigen ingang opnieuw te gaan reconstrueren. Dus je kan er bijvoorbeeld een foto gaan insturen en dat neuraal netwerk heeft als enige taak diezelfde foto die er binnenkomt zo goed mogelijk opnieuw, ja, te reconstrueren. Dan kan je afvragen, wat is daar het nut van? Compressie is er één. Want wat merk je hier? Kijk, de middenste laag die heeft minder neuronen hier dan de voorgaande lagen. Men spreekt van de code layer. Dat wil eigenlijk zeggen dat je die informatie gaat herleiden naar een compactere vorm. En dan moet dat neuraal netwerk in staat zijn om uit die compactere representatie opnieuw het origineel te gaan reconstrueren. Dus het enige wat hij gaat moeten zoeken, hoe kan ik combinaties van al die pixels, ja, gaan combineren eventueel, tot een compactere representatie, ja, waar dat ik toch nog zo goed mogelijk het origineel uit terugvind. En dat is compressie gaan doen. Hè. Ja, dus eigenlijk als je hier aftakt, dan heb je eigenlijk een gecomprimeerde vorm van een afbeelding gevonden. Dat is ook wat dat wij doen. Hè. Ja, als je iemand zijn gezicht moet beschrijven, ga je toch ook niet zeggen, ah, die pixel is dat kleur en die pixel is dat kleur. Je gaat zeggen, die persoon heeft donker haar, heeft een baard en zo verder. Dus je gaat op zoek naar compactere vormen om hetzelfde te beschrijven. Hè. En ja, wat kan je daar bijvoorbeeld mee gaan doen? Bijvoorbeeld ruis uit afbeelding gaan filteren. Dus dan een lichtjes aangepaste vorm. Je stuurt de ruisbeelding erin. En als label geef je de afbeelding zonder ruis mee. Dus dat systeem leert eigenlijk ruis te herkennen en die ruis uit dat systeem te verwijderen. Ja. Dit wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld anomaly detection. Ja. Dus eigenlijk uitschieters gaan zoeken. Kan je afvragen, wat doe je daarmee? Ja. Wel, courante waarden. Ja. Die dat neuraal netwerk veel te zien krijgt, data die dat neuraal netwerk veel te zien krijgt, die kan hij goed gaan reconstrueren. Want je ziet die waarden constant, dus hij kent die onderliggende structuur goed, die kan hij goed reconstrueren. Tot wanneer je met een uitschieter te maken hebt, een uitschieter die totaal afwijkt van wat dat neuraal netwerk heeft gezien,
En dat wil zeggen dat hij die waarde die kan hij niet zo goed reconstrueren. Want hij heeft dat type data met die statistische eigenschappen bijna nog niet gezien. En dus wanneer je merkt dat het verschil tussen output en input vrij groot is, ja, dan kan je zeggen, oei, dat is hier een afwijkende waarde. En dan kan je daarmee anomalieën gaan detecteren. Maar je kan er ook recommendation systems mee bouwen enzovoort. Ja. En dan nog een laatste, en dan gaan we ermee mee afronden dan. Dat is eigenlijk ook iets dat al van in de jaren 80, 90 dateert, maar dat nu heel populair is. Vooral in alles, of predicties gaan doen, bij tijdreeksen. En tijdreeks, dat kan gaan van een beurskoers. Hè. Dat kan gaan van eventueel, ja, laten we zeggen, prognoses van bedrijven tot verloop van temperaturen enzovoort. Maar dat kan even goed gaan over tekstsequenties. En je weet, als je tekst wil interpreteren, daar zijn niet enkel de woorden belangrijk, maar vooral de volgorde van de woorden. Dus het ene woord wordt gevolgd door dat woord enzovoort. Dus, en daarvoor ja, kan je niet terecht bij de klassieke neurale netwerken. Waarom niet? Je hebt ergens een mechanisme nodig dat ja, de volgorde van die woorden kan onthouden. Ja? Dus met andere woorden, je hebt een neurale netwerk nodig dat over een soort geheugen beschikt. Ja. En hoe kan je geheugen inbouwen in een neuraal netwerk? Dat is ergens door de neuronen in je hidden layer, door daar een soort terugkoppeling te voorzien. Dus de predictie die dat neuron heeft gemaakt, dat ga je terugkoppelen naar alle neuronen in dezelfde laag. Een feedback loop. Ah ja, dus de predictie kan opnieuw gebruikt worden om de volgende predictie te gaan doen. Dat is een soort geheugen die je inbouwt. Nu, dat concept had men eigenlijk al heel lang. Maar het grote nadeel daarvan is, als je zo constante loops maakt, dat je heel snel dingen begint te vergeten. Maar iets dat nu belangrijk is, een paar loops verder, ja, is dat al zoveel keer verwerkt geweest, door dezelfde molen gedraaid geweest, dat er eigenlijk bijna niets meer van overblijft. En dan begint dat neuraal netwerk te vergeten. Ja. En daar hebben ze een oplossing voor gevonden, onder de vorm van wat men noemt LSTM-netwerken. Long Short-Term Memory netwerken. Die werken volgens hetzelfde principe van die terugkoppeling. Maar daar zit ook een soort lange termijn geheugen in. Daar kan je ergens een soort ja, predictie van dat netwerk gaan bevriezen. Iets dat constant terugkeert. Ja, een soort, je kan het even in de koelkast gaan stoppen of je kan het ergens in een lade gaan stoppen en telkens gaan recycleren zonder dat het vergeten wordt. Een soort, ik kan niet zeggen vast geheugen, maar daar zit een langer termijn geheugen in. Dit op zich is vrij complex, want bijna in zo'n neuron draaien er extra neurale netwerkjes die beslissen van welke informatie mag er in het lange termijn geheugen, wat mag er niet in, wat moet er opnieuw eruit, vergeten worden enzovoort enzovoort. Met hoeveel mag je daar rekening mee houden enzovoort. Dus bijna een soort inception. Hè? Dus je hebt daar neurale netwerken die in neurale netwerken gaan draaien. Ja? Het is vrij complex, maar toch heel wat toepassingen. Hè? Dus zowel bijvoorbeeld ook beeldanalyse. Als gezegd, uit de sequentie van beelden wil ik ergens predicties mee gaan doen. Of weten wat er gebeurd in die verschillende opeenvolgende frames. Ja, dan gaat men heel dikwijls een combinatie maken van LSTM-netwerken die geheugencapaciteit hebben, samen met convolutional neural networks die dan vooral per frame in dat beeld gaan kijken. Dus, en zo zie je maar, je kan dingen beginnen combineren enzovoort enzovoort. Dus, heel leuk, maar soms ook vrij complex. Het goede nieuws is, tegenwoordig heb je, en daar, kijk, daar ga ik mee afsluiten dan. Ja, dat is nog een heel specifiek neuraal netwerk. Maar tegenwoordig heb je heel wat, open source frameworks enzovoort, waar je eigenlijk als developer ja, makkelijk mee aan de slag kunt, zonder al te veel wiskundige achtergrond te moeten hebben in hoe dat die dingen werken. Ja, dus jullie gaan straks met TensorFlow en Keras aan de slag. En dan ga je merken dat je eigenlijk in een heel korte periode kan je hier eigenlijk... Kijk, in een paar lijntjes code kan je hier een neuraal netwerk opbouwen door gewoon laag per laag er aan toe te voegen. Oké, dus dat is vrij goed te doen. Ja. Oké, ik zal het hierbij... Ja.
Kijk, laat mij misschien nog met deze hier afsluiten. Dat is de... Omdat het nu vrij hot is. Allee, hot, letterlijk en figuurlijk. Maar dus, die technologie van deepfake enzovoort. Dus waarbij dat je neurale netwerken hebt die zelf data beginnen genereren. Dus neurale netwerken kunnen zelf vrij realistische gezichten gaan detecteren. Dus dit zijn... Het zijn geen foto's van mensen, het zijn gegenereerde gezichten. Ja. Dus daar wordt nu heel veel onderzoek op gedaan. En eigenlijk het neurale netwerk dat erachter zit, is de zogenaamde GAN, Generative Adversarial Neural Network. Wat eigenlijk bestaat uit twee neurale netwerken. Dus een generator en een discriminator. Ja. En die zijn constant met elkaar in competitie. Ja. En het komt er eigenlijk op neer dat de generator die gaat proberen nieuwe data te genereren. Dus die gaat zeggen, kijk, ik heb hier een nieuw gezicht gegenereerd. Die weet eigenlijk niet wat hij genereert, maar die genereert iets. En de discriminator gaat kijken van, is dat nu een gezicht of geen gezicht? En in het begin gaat die generator bijna ruis gaan genereren, vlekken gaan genereren. Wat makkelijk is voor de discriminator om te onderscheiden van een gezicht. Ja. Maar dan... Ja, gaat de generator eigenlijk informatie krijgen van een discriminator hoe dat hij de volgende keer beter kan gezichten genereren. Ja? En dat gaat beter en beter en die discriminator krijgt het moeilijker en moeilijker om onderscheid te maken tussen die twee. En op die manier gaan ze samen evolueren. De generator wordt beter en beter, de discriminator wordt beter en beter, tot er eigenlijk uiteindelijk vrij realistische gezichten gaan uitkomen. Ja? En misschien vergeet te zeggen, maar de discriminator weet hoe echte gezichten eruit zien, maar de generator niet. En die moet dat proberen te achterhalen door naar de reactie te kijken van de discriminator. Ja? Dus, en dat is nu een domein waar er heel veel onderzoek op gebeurt. Niet enkel om gezichten te genereren, maar bijvoorbeeld nieuwe medicijnen te genereren enzovoort. Dus dat is wel belangrijk. Als we kijken nu naar een aantal trends, dus die GANs, vrij belangrijk. Reinforcement learning krijgt ook meer en meer aandacht. Wat ook, het is heel belangrijk dat je die dingen in de cloud kunt gaan trainen, maar men begint ook meer en meer toch aan die edge weer te gaan werken. Dus waarbij dat AI voor een stuk toch op het device zelf gaat draaien, om real-time berekeningen te kunnen doen. Het trainen gebeurt meestal nog in de cloud, maar dan het operationele, het uitvoeren enzovoort gebeurt dan meestal op een device zelf. Wat je vooral merkt naar toepassing toe, het is een cliché toepassing geworden, werkt dat jaar na jaar, maar face recognition is weer hot. Hè? Ja, dus alles moet nu via het gezicht gebeuren, betalingen enzovoort, authenticaties enzovoort. Dus het is een heel belangrijke toepassing nog altijd. En AI begint zijn weg te vinden in alle domeinen van een business. Zowel op marketing als HR, als productie enzovoort. Dus die vindt dat overal. En waar dat men nu eigenlijk vooral probeert naartoe te gaan. Men merkt dat deep learning modellen zijn heel krachtig, maar zijn niet transparant. Dus je weet nu dat die predicties tot stand gekomen zijn. Men doet nu heel veel onderzoek om toch die transparantie te bekomen in die diepe neurale netwerken. Dus dit was in een notendop een beetje technisch hoe dat die neurale netwerken ongeveer werken. Praktisch gaan jullie er, of een aantal van jullie er dan deze namiddag mee aan de slag dan. Okay? Dank je wel.